Sony Media. Ik vind het niet erg als iemand even vergeet wat de catch of the day is. Ja. Gewoon goed, leuke, aardige bij mensen. Bij jullie gaat het ook veel meer om het echte lekkere, om het echte eten. Bij ons was het ook wat ietsje sneller en vluchtiger, ja, denk ik wel, ja, hè, die pizza's. Nee, maar die zelfreflectie, als wij een slechte review kregen, dan zeiden we met elkaar, wat een teringlaai, die man is gek. Ja, einde standaard, gesprek. Dat einde was gesprek. Standaard. Einde gesprek. Nooit dat we dachten, zat er inderdaad een rat in de soep? Ja, was het inderdaad een pizza met kakkerlakken? Ja. Zouden we ons daar schuldig over moeten voelen? Nee, maar daar mozzarella inderdaad van de Dirk van den Broek? Ik heb daar heel vaak met jou discussies over gehad. Dan zei ik heel snel van, joh, geef dat geld terug. Of geef een bon. Of we doen er wat. Want dan ben je er vanaf. En dan zei je altijd, nee, ja, ik ging er principe kwesties van maken. Zo dom. Jij ging daar heel erg op in. Ik dacht, ja, die drie die komen, ja, kan mij het schelen. Geef ze lekker een paar gratis dingen mee. Is het gewoon klaar, is het afgelopen. Dat moet je natuurlijk doen. Ja. Maar ik moet wel zeggen, dat is ook goed voor mij. Het is ook een les in nederigheid. Want over het algemeen zijn mensen aardig. En misschien ook nog ook net aardig tegen mij. Dat kan ik niet inschatten. Maar soms helemaal niet. En dan is het opeens van de gepamperde acteur die vraagt waar is mijn badjas en kan ik nog een broodje ei krijgen. Dus daar word ik opeens gewoon dat iemand je schoft terug. En dan ben ik toch een klein macho mannetje die gewoon opeens denkt, hey, maar doe eens normaal. En dus dat is heel, heel leerzaam. En voor mij moet ik dus echt met regelmaat tot 10 tellen. En soms lukt het ook niet. En dan... Heb je er wel eens iemand uitgezet? Want ik kan bij Sander nog heel goed herinneren dat je hebt op een gegeven moment iemand uitgezet. Maar die vond je gewoon ook alleen vervelend, gewoon om eruit te doen. Gewoon, hij had een onprettig voorkomen. Ja. En jij, en ik zei, wat doe je? Hij zei, was een man. Ik vind het gewoon niet aardig. Ik zei, oké. Hij was gewoon een hele vervelende man. Ja, die liepen maar die zijn er natuurlijk gewoon. Ja, en vervelende vrouwen. Er zijn soms gewoon vervelende mensen. Ja. En dat is best wel slikker. Oh, dat is wel een goede vraag. Ja. Wie zijn er? Want wij hebben dat heel erg meegemaakt. In de keuken hadden wij tafel 11. Ja. Heel goed. En er zaten altijd vrouwen aan. En dat waren zulke ongelooflijk gore gesprekken over seks. Niet normaal. Nou, wij dat kregen alles mee. Als je aan het werk bent en je hebt een soort van slechte akoestiek zoals wij dat hadden. We vingen altijd die tafelgesprekken op. En dan de domheid van de horecabezoeker. Ja. Zeker als ze lam worden. Weet je, op vrijdagavond de gesprekken van mensen. En als je zelf niet lam bent, dan denk je echt, oh, ik haat mensen. Wat een afschuwelijke gesprek. Ja, maar je moet dus mee gaan drinken. Dat is een beetje gek in de keuken. Maar dat moet je bijna wel doen natuurlijk. Nee, maar ik heb natuurlijk het geluk dat ik veel gedj'd heb. En dus ook op studentenfeesten en koorfeesten. Dus en doof bent daardoor. Ik heb wel wat... Ik ben al lang blij dat mensen geen bier over me heen gaan gooien. Dus dat vind ik al...